Hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. Een tijdje terug was ik aan het printen met filament en dat had ik al een tijdje langer op de rol boven de printer zitten. Op zich niet zo'n probleem, want normaal heb ik daar geen enkel probleem mee en dat print verder prima. Alleen als ik dan de volgende morgen bij de printer kwam, dan was dat filament boven de extruder afgebroken. Hoe komt zoiets nou eigenlijk? Waarom breekt dat filament nou af? Nou, vooral PLA, maar niet alleen PLA, ook andere filamenten zijn ontzettend gevoelig voor vocht. En zodra als daar vocht in dat filament komt te zitten, wat doet dat filament dan? Dat wordt ontzettend breekbaar. Nou, hier hebben we een klein voorbeeld daarvan. Ik hoef maar zie dat te doen en het is gebroken. Net zo gemakkelijk. En dit kun je eigenlijk niet eens buigen om het in je extruder te krijgen. Kenmerk van dit probleem is dus vocht. En vocht in het filament. Nou is het natuurlijk winter. En ondanks dat ons huis niet echt vochtgevoelig is, denk ik dat ook in de winter er toch meer vocht in de lucht in het huis zit dan in de zomer. Tot nu toe had ik van dit probleem namelijk nog geen last gehad. Dus tijd voor een oplossing. En die oplossing die is er eigenlijk. En er zijn ook heel veel video's van op het internet te vinden. Nou, dit wordt dan een Nederlandstalig video'tje. Eigenlijk begint het met iets heel simpels. Eerst maar eens het aanschaffen van een luchtdichte box. Nou, ik moet heel eventjes experimenteren. Ik ga even de camera eventjes naar beneden brengen. Want dan zullen we zien dat hier een luchtdichte box staat. Dit zijn boxen die komen simpelweg van de firma bol.com. En zo'n luchtdichte box die kenmerkt zich doordat er in de deksel een rubber rand onder andere zit. Deze boxen zijn van het merk Iris en kosten per twee stuks, ik dacht even zo rond de €34 met verzending en alles. Nou, dat was het me zeer zeker wel waard. Dus door die deksel kan je hem luchtdicht afsluiten. En in deze box, nou daar past het toch gauw een rolletje of, nou wat zullen we zeggen. Ik denk toch wel 9 dat erin zullen passen zo'n beetje. Maar daar ben je er niet mee. Want dan is die box wel luchtdicht. Maar als daar vocht in die lucht zit, dan heb je nog steeds vocht in je filament. Dus eigenlijk moet je dat vocht eruit gaan halen. Nou, dat kan je om te beginnen doen door zeg maar die pads die meestal bij zo'n filamentrol inzitten, dat zijn van die siliconen pads, die vochtopnemende pads, door die gewoon simpelweg allemaal in die box te deponeren. Dat is alvast een hele mooie oplossing. Maar uiteindelijk is het niet voldoende. Uiteindelijk moet er nog iets meer gebeuren. En daartoe heb ik dan bij AliExpress een luchtontvochtiger aangeschaft. Dingetje kost €13, hij is loeizwaar. Hij moet nog opgeladen worden. Maar het effect hiervan is dat je hem oplaadt, hem dan zeker een week of 2-3 in de box kunt zetten en hij in feite alle lucht eruit gaat halen die er in die box zit. Ik wil dat ook nog gaan meten. Ook daarvoor heb ik al bij AliExpress wat onderdeeltjes besteld. Ik heb namelijk besteld een aantal luchtvochtigheidmetertjes. 3 stuks. Ik heb namelijk 2 van die boxen gekocht. 1 voor de wat exotischere filamenten. 1 voor de gewone filamenten die ik permanent gebruik. En 1 voor de buiten. Zodat ik kan meten hoe de luchtvochtigheid buiten de boxen is. En kan meten hoe de luchtvochtigheid binnen de boxen is. Want als het goed is moeten we daar een wezenlijk verschil in gaan zien. In elk geval zullen die boxen ervoor gaan zorgen dat het filament beter droog gaat blijven. En hopelijk gaat daar dus die luchtontvochtiger bij helpen. Dat is even de bedoeling van het verhaal. Als je op het internet kijkt bij de vele video's die hierover zijn, dan zul je zien dat er ook heel veel video's zijn waarbij men dan het filament vanuit die box laat komen. Dus dat zeg maar je eigenlijk vanuit de box print. Nou, dat vond ik zelf wat te ver gaan. Is nergens voor nodig. Als ik het filament gebruik, dan zet ik het boven mijn printer en ik gebruik het filament. En als ik klaar ben met het printen, haal ik dat filament eruit en dat gaat in de luchtdichte box.
de luchtontvochtiger erbij, de zakjes met siliconen erbij en dat zou eigenlijk voldoende resultaat moeten geven. Overigens nog een bijverschijnsel van dat filament waar dan vocht in komt te zitten, dat is dat stringing. Een tijdje terug heb ik een video gemaakt over het stringen van filament. Kun je dat herinneren? Nou, dit is ook gedeeltelijk een oorzaak van vochtig filament. Kortom, het is zeker in deze periode van het jaar niet onbelangrijk om ook op dat soort dingen te letten. Wist ik natuurlijk wel, alleen ik had niet gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Uiteindelijk ben ik daar door schade en schande wijs in geworden. En ik hoop dat jullie dat ook worden. Tot de volgende keer en veel plezier met het 3D printen. Dag!